Ja, met deze idee kun jij de wereld laten zien dat je feitelijk echt bestaat en dat je verder invulling kunt geven aan jouw verdere leven en toekomst. Het is niks en het is toch ook weer een hoop. Dutch police have discovered a family who spent nearly a decade hidden away on a remote farm, apparently waiting for the end of time. A father and his 5 adult children were found after his eldest son turned up in a local town. The children were aged between 18 and 25. None of their births had been registered. In de documentaire is eigenlijk vooral het verhaal verteld van het algemene verhaal van wat er, ja, waar in die eerste instantie ook behoefte voor ons aan was om te delen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van het hele verhaal. En zeker de onderliggende laag, zeg maar, van alles wat veroorzaakt nou datgene wat je van buitenaf ziet, dat mist dan toch een beetje, omdat je hebt gewoon niet die ruimte om heel erg de diepte in te gaan, omdat je vooral het geheel wil laten zien in de documentaire. En ik denk, in het boek heb ik geprobeerd om toch die diepte in te gaan, voor mezelf dan, want dat is ook weer een onderscheid tussen de rest van mijn familie en mezelf. En in dit boek heb ik mezelf de ruimte gegeven om dus heel erg diep te gaan bij wat er mentaal speelde. Wij hebben samen een geheimje met God. En dat mag niemand weten. Want anders dan, ja, dan stoppen ze papa misschien wel in de gevangenis anders. Kijk, als je fysiek opgesloten zit, is het heel makkelijk uit te leggen van ja, er was een kamer en er zat een slot op, klaar. Dan weet iedereen dat je opgesloten zit. Maar als er geen slot op die kamer zat en iemand gaat toch die kamer niet uit, hoe verklaar je dan dat iemand niet die kamer uitgaat? En daarnaast hoop ik ook wel dat, omdat ik ook beschrijf hoe ik eruit ben gekomen, dat dat ook gaat meehelpen voor mensen om te begrijpen van wat is voor nodig om los te komen uit een mentale opsluiting. Ik ben Israël en ik ben 9 jaar. En ik ben om 31 januari jarig. En mijn lievelingsdier is een beer en mijn lievelingskleur is groen. Wat zou jij nu als sterke persoon tegen dat jongetje willen zeggen in die situatie? Ik vind het nog steeds moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het dus heel heftig vind. En ik nog steeds niet goed weet wat ik zou willen zeggen. Het is heel moeilijk om daar uit te komen. Dus er is niks wat je kunt zeggen op dat moment van wat zorgt dat je dat, zeg maar, dat jongetje wat ik was, daaruit kwam. Dus dat maakt het heel moeilijk. Het enige wat je kunt is doorzetten. Kinderen die jong zijn, die moeten gewoon door volwassenen daar beschermd worden en uitgehaald worden. Dat is de enige manier om die ellende te verhinderen. En dan pas als je wat ouder bent, dan denk ik dat je mentaal wel iedereen in principe de kracht heeft om ergens uit te stappen. Dan is het nog steeds moeilijk en dan moet je ook echt wel doorzetten. Dus vandaar dat doorzetten toch wel het meest belangrijk is in iedere situatie. Maar en gewoon geloven dat je eruit kunt komen. Wat vinden je broers en zussen van het feit dat er nu een boek uitkomt? Ja, ik was dus best wel zenuwachtig om het hen te laten lezen. Ik was wel bang dat ze misschien toch het moeilijk zouden vinden of zo. Maar eigenlijk ben ik alleen maar heel blij verrast, omdat ik dus heel veel hele mooie reacties kreeg en eigenlijk van iedereen er echt, ja, positief over was. En ook gewoon een aantal die daarna echt het gesprek met mij aanging, waardoor veel dieper dingen konden bespreken die gewoon eerst niet mogelijk waren. Ja, dus dat is toch heel erg altijd een drempel geweest. Het is toch een heel proces om echt dan ook diepere dingen, gevoelens en zo met elkaar te delen. En ik merk gewoon dat dat wel een opening heeft gecreëerd. Zeker met een aantal van mijn broers en zussen. Dat het gewoon dat vrijer is om dat te bespreken.